Resultaat. Uitkomst en beloning spoken al in ons hoofd rond, voordat we ook maar aan iets begonnen zijn. Resultaat is niet langer meer het gevolg, maar onze reden om aan iets te beginnen. Deze gedachte stamt uit de economische wereld en neemt heel onze samenleving over. Vrijwilligers sterven uit, vriendschappen moeten iets opleveren, maar het onderwijs is er het slechtste aan toe. Onderwijs draait namelijk niet meer om leren, maar om het behalen van betekenisloze mijlpalen. Ik leer niet meer wat ik wil leren. Ik stamp en vergeet vervolgens leerstof, omdat ik nuttig moet zijn voor de toekomstige samenleving, maar vooral omdat het nuttig moet zijn voor mijn eigen cijferlijst. Dit heeft mijn interesse in leren ten gronde gericht. We zitten vast in een systeem. Een systeem waar ik met een laag eindcijfer voor Duits niet naar de technische universiteit toe kan. Het onderwijssysteem is net mens erger je niet geworden. Wie een laag cijfer behaalt, komt nauwelijks meer vooruit en wordt vervolgens door medeleerlingen op de kop gestampt. We worden beoordeeld op ons cijfer. Mijn docent kent mij niet meer als Kasper. Nee, hij kent mij als een jongen die een keer een 4 heeft gehaald voor een natuurkundeproefwerk. Natuurlijk gebeurt het niet alleen bij mij, maar overal, in ons land, in onze wereld. Nu is ons idee gewoon onze cijferlijst. Is dit waar we heen willen? Die vraag is een strikvraag. We zijn er namelijk al, maar we kunnen echter nog terug en zo onze toekomst een toekomst bieden. Op dit moment is een school een spinnenweb gemaakt van touwen. Touwen die motivatie voortslepen. Motivatie moet uit zichzelf komen. We moeten uit dit web stappen. Motivatie dwing je namelijk niet af. Ik zeg niet dat resultaat er niet mag zijn, integendeel. Het is een mijlpaal en het is een soort van graadmeter om te kijken hoe ver je al gekomen bent. Maar niet je hele toekomst mag afhangen van slechts een cijferlijst. Ik geloof dat de toekomst zonder dwang om resultaat te behalen het grootste succes gaat worden van de productie mensheid. En ik vraag u, gelooft u met mij mee? En ik vraag u, gelooft u met mij mee?